Mijn naam is Ronald de Ruiter. Ik ben collectiebeheerder van de vissen, reptielen en amfibieën. Wat we op dit moment aan het doen zijn, is ruimte maken binnen onze eigen collectie en dan het materiaal uit Amsterdam daartussen voeren. Voor de zomer zijn we begonnen met een pilot in de vissencollectie. Dat hebben we gedaan om te kijken of onze ideeën, hoe we dat aan zouden kunnen pakken, of dat goed werkte. En daar is eigenlijk uitgekomen dat dat niet zo was. Er kwam uit dat de collectie erg onoverzichtelijk werd. En belangrijker nog, dat het uiteindelijk niet zou passen, dat we ruimte te weinig hadden. Dat hebben we op een aantal manieren opgelost. Ten eerste hebben we veel materiaal wat hier al langere tijd stond en wat nog niet gedetermineerd is en waar voorlopig ook niet aan gewerkt zal worden, om dat materiaal naar de Raamsteeg te verhuizen, naar het depot daar. En de tweede belangrijke optie die we hebben gebruikt is om kasten die we hier hadden staan die ondiep waren, dus 40 centimeter diep, die hebben we waar mogelijk allemaal vervangen door kasten van 80 centimeter diep. We zijn hier in het andere vissenmagazijn. Aan deze kant, nou, dit hele gangpad, was eerst materiaal wat hier nog stond te wachten op verwerking in de toekomst. En wat nu dus naar de Raamsteeg is verhuisd. Nou, dat betekent dat we dit hele gangpad ook vrij hebben gekregen om materiaal van Amsterdam tussen te voegen. Aan de andere kant zien we weer de nieuwe kasten die we besteld hebben. Hier stonden ook eerst ondiepe kasten. Zijn nu een stuk dieper geworden. En we kunnen nu veel meer kwijt in dezelfde ruimte. Dus we hebben hier één dubbel gangpad eigenlijk gewonnen aan ruimte om materiaal uit Amsterdam tussen te voegen.